We zeggen ook altijd dat HSP is autisme, maar dan zonder de, de voordelen, dus zonder de stereotyperende dingen, toch? Dat nou, mag, mag ik zeker weer niet zeggen. Als jij meer Rosbief Royaal bent, voel je jezelf zeker weer voorburgers, of niet? Ja. <laughs> Rosbieve Royaal. Klinkt weer gelijk zo, hè? Royaal. Ja. <laughs> ik zou aflevering dus jij mag de open oh. Nou jongens, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de uh, vetgezellige podcast. En uh, vandaag gaan we het hebben over stereotypen. Jij met je angst. Okay. ik ben mijn autisme en eigenlijk in het algemeen. oké. Okay. leuk. vind je het leuk onderwerp? denk het wel. ik ben benieuwd wat je, wat je allemaal hebt voorbereid meid. ja nee, voorbereidingen doe ik niet meer aan. hoe zit er niet een voorbereiding dan? ja ik weet niet. Uh, kan ik gewoon, ja ik kan gewoon niet spontaan overkomen als ik uh, me voorbereid. Want dan ga je te veel. Uh, dat snap ik ook op, ik op zich. ga te veel presenteren? ga ik te veel op mijn telefoon kijken en dan luister ik niet zo goed. nee meer. ja dat heb ik zelf ook wel. ik praat liever in het luchtledige dan dat ik. ja. ja. maar hoe is afgelopen week geweest? goed. Heb je nog leuke dingen meegemaakt? Zijn er nog anekdotes uh, voorgevallen? Ja, ja, nou ja. we hadden een uh, leuk video-idee gepland, toch? Oh, ja, zo, ja. Ja, we zouden... Mag ik dat zeggen? Ja, hoor, Social mag Deal het. gaan we weer gaan testen in uh, Rotterdam. Ja. En, um, Alles geregeld, hè? Dus ik heb uh, de poeplap weer getrokken, laat het zo zeggen. En ik heb ook de poeplap getrokken, maar dan... Een andere poeplap. <laughs> <laughs> Want wat gebeurde er? Maar, ja, ik, neem, uh, ons mee, neem ons mee in de dag. Ik ben er dus achter gekomen dat ik niet zo goed tegen cafeïne kan. Je zou niet zeggen. Sinds ik koffie ben gaan drinken is ook mijn... Um, ja, March Information. beneden je oh. huh? Zeg, is je lieve naar beneden gegaan, toch? Ja, Dat ook, ja. Ja, deze andere redenen, denk ik. Oh. Maar uh, nee, mijn, uh, mijn uh, stoelgang is helemaal uh, veranderd. Ja. En eerst kon ik maar niet uh, er, mijn vinger erop leggen. Waar komt het nou vandaan? Hmm. En nu ben ik erachter. En uh, die dag had ik weer een foutje begaan. Ik zat mijn, aan mijn derde cappuccino. En ja, opeens, dus waar uh, was Ze had ook veel cappuccino gedronken. Toen opeens voelde ik het borrelen. Nee. En we zaten dus in de horeca, dus het was wel even spannend. Ja, ja en dan moet even, we zaten in de horeca En, nog even een bijkomend ding: de wc die er was, was dan de bovenkant en de onderkant was open. Ja, dat vind jij heel erg, hè? Ja, ah, dat is vervelend, toch? Laten we eerlijk zijn, als je, zit, als je even rustig zit. Maar, wil je niet. Waarom is dat zo erg eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, omdat je dan toch. Meer De stank komt er makkelijker doorheen. Oh. En ja. je hoort nog iets. Kijk, dat andere is iets gedempter. Ja. Dat is ook geen pretje, kan ik je vertellen. Dus ik voelde het borrelen. Ja. Ik rende er naartoe. Het ja. was nog net op tijd. Ja. Nou, ik was misselijk en mijn maag was helemaal van streek. Dus ja, ik kon eigenlijk niks meer. En jij had uh, een geweldig diner gepland. Ik had van alles gepland. Letterlijk een half uur voordat we daar aanwezig moesten zijn, zei je ineens: zei, Nou, kwam dit. Ja. En eigenlijk moesten we weg. Toen dus zeg ik van ja. Ik zeg te, maar dan, ik wil altijd, kijk, ik wil wel de beslissing nemen, maar als jij zegt van ja, maar het lukt me wel, dan denk ik ja, maar dan ga ik gewoon Ik vond het uh, gewoon zonde van het geld eigenlijk. Dat was mijn grootste hick, twijfelmoment hick, hick, eigenlijk. Hick, ja. ja, want kijk, wat ik dus echt bizar vind overigens, bij Social Deal dus, krijg je dus je geld terug. Het lijkt bijna een promotie, maar dat is het niet. Ik wist niet dat je geld kon terugkrijgen. Nee, want ik had niet. alles al geboekt en nee. in principe hadden we al in kunnen checken bij het hotel. En hadden we al het, het eten, was echt 20 minuten of een half uurtje uh, voordat ik ze belde. Ik belde op. Ik zeg: Ja, mijn vriendin is ziek geworden. Hoe weet je wel, kan ik nog iets of zo? Mm. Zij ze gelijk ja, ik ga het gelijk proberen. Geld voor het eten kan je terugkrijgen of de, 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 de reservering verschuiven op. Of, uh, en dat andere, dat kon ook gewoon gelijk gefixt worden ja, eigenlijk. Ja, dat vond ik echt geweldig. Ik vond het echt bizar, ik had het nooit verwacht. En, uh, ja, uiteindelijk heb ik nu, als het goed is, krijg ik al mijn geld terug. Dan moet ik nog een paar dagen wachten, maar dan krijg ik 170 euro pap, terug. En dan kunnen we het weer plannen, hè? Ja. en dan zou ik geen koffie drinken. Lijkt me geen goed idee inderdaad. Maar we hebben wel weer een leuk uitje gepland. Ik had allemaal leuke dingen gepland. Maar ja, ja ik had, dat vond het ook echt wel leuk. Alleen, uh, ja, het was gewoon wel spannend op dat moment. Ja. En uh, wat heb jij nog? Ja, ik dacht, ik ga het even vragen. Uh, of jij nog iets? Uh, <laughs> uh, vandaag ben ik precies naar de... hetzelfde, volgens mij, of niet? Ook ja, ja Maar ik ben vandaag naar de homeopaat geweest, daar was oh, jij ja. niet bij. Ja. En uh, weer wat dingetjes besproken over dat ik uh, moeilijk vind om boos te worden. Ja. Dat ik dat liever, nou, ik hoef niet per se boos te worden, maar wel dat ik in ieder geval wat meer voor mezelf op durf te komen. Ja, precies. Ik heb het vorige podcast ook al een keer over gehad, over met de buren. Ja, ik wil het gewoon in de rest van mijn leven een soort van een beetje doortrekken. Want ik heb het idee dat ik mezelf door adrenaline vooral nog steeds tegenhoud, mm. uh, om de potentie die er nog extra in me zit, misschien nog boven uit te kunnen halen. Ja. En dat zei ze ook zeggen, ja, ik weet zeker dat jij meer kan. Ja, over het algemeen, mensen twijfelen ook al heel veel over um, uh, ja, bijvoorbeeld ook zakelijke beslissingen ja. uh, waardoor heel veel goede plannen nooit uitgevoerd worden. Ja, en ik denk nou, ook als je nadenkt over uh, um, ja, je tegen laten houden door angst. Ja, ik moet op zeggen zeggen dat ik daar dus minder. Um, als ik iets vet vind, dan wil ik er wel voor gaan. Mm -hmm. Het heeft meer te maken met als. Uh, <coughs> bijvoorbeeld, ik had een klant laatst en uh, daar had ik een foutje bij mm -hmm. gemaakt. En toen uh, eisten ze dat ze nog meer kregen, eigenlijk. En ik had zoiets van, nou ja, ik kan er wel eens een keer een foutje maken. Ik wil heus wel iets tegemoetkomen, komen, maar ze wilden gelijk echt de hele mikmak extra. Ja. Dus ik echt dacht van ja, ze, ze wilden trouwens... oké, okay, om even duidelijk uit te leggen, het waren de story slides en ze wilden van ze wilden gelijk drie story slides erbij, terwijl elke story slide kost gewoon geld. En ik had dacht van, nou, één slide vind ik wel netjes, weet je wel. Mm -hmm. En ze wilden gelijk drie. Maar dan kan ik dus niet voor mezelf opkomen dat ik denk van ja, maar dat vind ik gewoon te overdreven, want ik heb ja. een foutje gemaakt. Het was niet alsof hun briefing nou zo geweldig was. Nee. Dus het was een beetje een wisselwerking van allebei. Nou, in dat opzicht zou ik dan wel wat meer voor mezelf op willen komen. En zou ik niet het gevoel uh, bang te zijn om iets spanning, kwijt te raken. Ofzo. Te nee, maar ook om iets kwijt te raken. Dus oh, dat is niet alleen terugkomen. de spanning. Het is ook wel dat Onder je gewoon, andere. Uh... Ja, ik vind het ook altijd irritant om dan te wachten op wat iemand reageert. Ja, ik snap dat hoor. Maar goed, dus da daar ben ik nu mee bezig. Ja, zullen we nog een keer over confrontaties hebben dan? <laughs> ja, dat zou op zich wel kunnen. <laughs> ja. Nee, maar goed. Stereotyperen. Of stereotypes? Stereotypes. Types. Stereotype. 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 Heb je daar wat, wat, hoe, hoe zit dat in je leven? Jij, jij... Ja, ik als autist heb het natuurlijk gewoon heel veel mee te maken. Ja. Ja. Weet je nog dat toen wij elkaar leerden kennen, dat jij, ik, ik vond dus de serie Atypical best wel goed. Ja. En dat jij al gelijk zat van nee, dat vind ik helemaal niks. Vind dat vind ik helemaal niks. kut. Terwijl <laughs> ik nog niet wist dat je een autist was, ja. uh, maar dat je dat, dat stereotype vond je gewoon heel verschrikkelijk ja, nou ja, dat wel in die series. Je hebt ook de Good Doctor. Ja. Ja, ik irriteer me dood. En, uh, maar waarom dan? Ja, mam, Ma you have cancer <laughs> als een robot. Mm -hmm. Ja, ik denk het is wel een idee van, het is wel een um, soort. Het, 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 er is het een hoort soort. We daar ja. wel bij bij autisme. Ja. Yeah. Maar het is dat beeld wat jarenlang alleen maar is laten zien. Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Uh, in het hoofd van uh, iedereen die uh, naar de tv kijkt gaan zitten, dat dat een autisme moet zijn. En um, uh, daarvoor uh, denk ik uh, dat daar wel eens uh, wat meer veranderingen mag komen. Ja, daar ben je al, dat daar daar is al best wel veel mee bezig. Toch? Ja, dat daar gebeurt toch... echt wel veel in. Ja, ja dus uh, het is ook, het wordt ook steeds. Um, ja, ik heb ook wel het idee dat het steeds breder beeld wordt ja. en dat het ook een beetje verdwijnt. Uh, dus um, Stereotypen zijn er ook nodig in, principe. Hoe bedoel je? Nou ja, een stereotype is niet voor niks een stereotype, zodat mensen beter uh, ja, misschien het kunnen begrijpen, uh, uh, mee kunnen levelen misschien ook wel. Ik denk dat stereotypen ook wel een soort van beeld is, wat we gewoon, weet je wel, dit is een soort van. Uh, gemiddelde autist dit is een gemiddelde angstpersoon, dit is een gemiddelde dit ja, dat okay. we daarom stereotyperen. Ja. Ja, uh, ja, maar eigenlijk bestaat hebben. dat niet, toch? Een gemiddelde van iets? Ja, ik denk van niet. Ik denk dat we dus ook steeds meer achterkomen dat we ooit hebben bedacht dat dingen een soort van gemiddelde zijn. Ja. En er nu steeds meer achterkomen, oh, wacht, als je niet in het gemiddelde valt, dan ben je niet gelijk gek of ben je niet gelijk raar. Dan he, hebben we eigenlijk heel erg verkeerd naar gekeken, altijd. Dat, dat, dat denk ik. Ja. ja, er is een gemiddelde mens. Maar wie is de gemiddelde mens? Ja, dat is uh, daarom denk ik ook met autisme is ook natuurlijk heel veel over te vinden. Ja. Sommige mensen vinden het niet eens een, uh, een stoornis. Nee, heb jij mensen die, het, die geen stoornis vinden, maar gewoon een type? Ja, een type mens inderdaad. Mm -hmm. uh, want ja, je, bent, je, je staat best wel ver van het gemiddelde mens af, denk ik. Van wat het gemiddelde mens kan. Want wat is dan, wat, wat vind jij dan dat uh, de dat gemiddelde mens wel kan, wat een autist bijvoorbeeld niet zou kunnen? Ik denk het op heel veel sociale, op het sociale vlak het, dat het heel anders eraan toe gaat. Yeah. Een andere prikkelverwerking. En um, ja, vind ik even lastig verder, eigenlijk dat. Twee ja. grootste dingen. Sociaal en prikkelverwerking is gewoon uh, totaal anders. Gaat het totaal anders aan toe. Yeah. Dus dat, um, maar dat zijn niet twee. Dat zijn, zijn dat dingen die ook in de stereotypen gebruikt worden? Dat je denkt, of, of niet per se? Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk vaak dat communicatie wel ja Dat je aan uh, vele autistische mensen wel kan merken dat ze autistisch zijn. Ja, ja. ja. waarom waar, waar, waar zou je het bij jou merken? Nou, mijn oogcontact. Okay. Ik ben een heel ongemakkelijk kind. Ik word nu ook ongemakkelijk. Wat ik. Ja, echt? Ja, dan ga ik erover nadenken. Ik denk ik, is het eigenlijk wel. Uh, <laughs> gaat het opeens, wordt het opeens moeilijk. <laughs> ja, nee, daar kan je het wel aan merken. En ja. uh, dat ik wat langer moet nadenken vaak over mijn antwoorden. Ja omdat um, het wat, wat ja, de verwerking duurt gewoon wat langer daarvan vaak mm. ik kan wel heel ad rem reageren maar eigenlijk alleen als ik je goed ken oké okay. klopt anders ga ik te veel nadenken zoals nu hm? zoals nu hoezo dat je nu ook te veel nadenkt of niet nee nee als ik je zo aankijk bedoel ik dan ga je dan ook te veel nadenken als ik je dan aankijk? Ik ga je heel ongemakkelijk aanstaren. Ja, ik vind dat niet zo heel nee, erg. Nee, Word je daar niet ongemakkelijk van? Nee, waarom zou ik dat oh, heel Oh ja, nee, worden? ik heb al. Ik moet daar zo. ook als ik in contact met andere mensen ben. Op een gegeven moment ga ik erover nadenken. Dan denk ik denk van, oh kijk, je nu al heel lang aan. Dan moet ik even wegkijken. Oh, dit voelt ook ongemakkelijk. En dan kijk ik oh, aan. en dan ga je. Ja, heel, ja het gaat ja, heet tijd ja, zo door. Ja, het is. Zo, dat is wel uh, vermoeiend. Ja, het is echt vermoeiend. Zou je bijvoorbeeld van over een bepaalde persoon ook een stereotyperend beeld dan? Ja, ja, natuurlijk ja, wel. Je kan toch ook denken, alle Kelly's zijn. Uh, ja. Dat is er toch ook? Wij zijn dus altijd heel erg van de tokkies. Als in dat je een bepaald soort mensen als een soort van tokkie beschouwt. Jij en ik trouwens ook. Namen. Ja, namen wel. Er is in ieder is niet zo'n tokkie-namenlijst online. Is er een tokkie Ja, tuurlijk. Nee. Ja. Echt? Met Kimberly en Kelly en Delano en Jordi, Jeffrey. Ja. Ja. Heel veel I's. Y is een Tokkie. Ja, een Y. Tokie, tokie en... Y komt heel vaak voor in die namen, ja. Maar Tokkie schrijf je met IE. Ja, maar Tokkie is toch ooit een... Uh... Ja, dat was een familie in ja, uh, Man bij Was of is hij er nog? Ja, ze, ze, ze ja. er nog was, ik hoop dat ze nog steeds leven voor ze. ze uh, voor mij Rotterdam. Ik weet niet zeker, ergens in de buurt van Rotterdam dacht ik, uh, met man bij het hond kwamen ze daar ja. ooit uh, terecht. En dat waren nogal asociale mensen. Ja. En tokkies worden gezien als asociale mensen. Ja, ja. Maar ja, wij lopen dan in de, in de mal bijvoorbeeld... en dan, dan zeggen wij van jee, wat een tokkies allemaal zeg. Maar nou, ja, nou dat zeggen toch we mee to toch. Nou, sorry hoor. Ga je dan nou, doen alsof het ik, nieuw ja, is? Nou ja, ze dus hebben een broodjeszaak daar zo. Ja. En ik kan dan gewoon al voorspellen dat er een filet amerikain in de rij staat. Hè? Huh? Filet speciaal? Dat is echt het broodje voor... Voor tokkies? Kimberly's. En is dat zo? Jordy's. ja. Echt waar. En waar. Omdat jij, omdat jij meer Rosbief Royaal bent, voel je jezelf zeker weer Voorburgs, of niet? Ja. <laughs> Rosbief Royaal. Klinkt weer gelijk zo, hè? Royaal. Ja. <laughs> maar oké, okay, dus we hebben stereotypes. Ja. Tokkies, daar hebben wij het wel vaak over. Maar wat voor soort heb je er eigenlijk nog meer? Kakkers. Kakkers, <laughs> ja. Dat is het. Nou, in Voorburg heb je veel kakkers. Ja. Wat heb je nog meer? Um... Stereotyperen. Jij hebt natuurlijk ook... Dat, dat mensen stereotyperen uh, de dingen vaak in films gebruiken. Bijvoorbeeld. Uh, ja, de bad guy of zo. Ja, precies dat. Of je hebt uh, films die heel erg gaan over. Um, heel erg uitvergroot. Eigenlijk is het stereotyperen, heb ik altijd ook altijd. Stereotypen ook al een heel uitvergroot idee of zo. Mm. Heb ik dan. Dus ze nemen de uitvergrotende versie van iets. En ja. dat is dan het stereotyperende beeld ervan. Net zoals bij autisme dan. Ja, Kees maar mama, de, de een, uh, een, 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 een Sheldon. Stereotypen van autisme zijn eigenlijk um, empathiedoze robots, toch? Ja, ja vier? Ja? ja? Robots niet, maar wel dat je uh, minder gevoel hebt of zo. Dat gevoel. Nee, dat, dat is denk ik dat veel mensen denken. Ja. Ik zeg niet dat ik dat... Je, je gaat dan gelijk daar zo op aan als ik dat zeg. Maar ik bedoel niet dat jij dat hebt. Dat is een stereotyperende beeld dat mensen hebben. Ja, ja. Is dat je geen gevoel hebt. Jij zegt ook altijd dat HSP is autisme, maar dan zonder de, de voordelen. Dus zonder de stereotyperende dingen, toch? Dat mag, mag ik zeker weer niet zeggen. Gooi hem even erin. Ja, nou, dat zeg jij toch? Ik ga van de vier amerikaanse mensen naar... Houdenspehers uh, ontmoeten. Nee, ik zeg niet nee. Kijk, jij zegt dat meer als grap. Nee, kijk, wat... wat ik, ik kan het dat, dat dat uitleggen. Ik, kijk, ik heb mijn diagnose sinds mijn twintigste. Ja. En ik schaamde me daar echt wel voor. Ja. Ik dacht van, oh god, als ik vertel... Ja, ik ben autistisch. Nou, dan gaan mensen vast denken dat ik geen gevoel heb... en uh, dat ik uh, 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 niet in orde ben of zo. Dat, het, dat was ook het beeld dat jij ja. ervan had, dus. En zo'n las ik op een gegeven moment een boek... Hooggevoeligheid... Mm. Ik, volgens mij heet dat zo. En toen was ik aan het lezen, ik denk van, oh, dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik ook. En die ervaringsverhalen van, wow, dat ben ik. Dus ik dacht, hey, misschien ben ik wel gewoon niet autistisch, misschien ben ik gewoon hooggevoelig. Klinkt toch al heel erg. Klinkt, klinkt. Bijzonder. Weet ja, ik geen gaan noemen. Ja, maar over de jaren heen uh, zag ik allemaal andere autistische mensen, ook online, uh, heel veel herkenning. En toen dacht ik van, uh, ja. Eigenlijk, ik ben het ook echt gewoon en ik herken ook gewoon heel veel dingen in andere autistische mensen. Um, en, uh, maar ik herken ook mega veel van uh, hooggevoeligheid. Ja. En, en bij sommige hooggevoeligheid uh, verhalen van mensen, ja. ook in die, die ik in dat boek las, denk ik eigenlijk gewoon, ja, wat is dan het verschil? Ja. Dan is het autisme een hooggevoeligheid. En Leek denkt misschien, uh, autisten zijn dan diegenen die niet mee kunnen oh, voelen. Ja, ja, ja. En hooggevoelige zijn juist diegenen die zo extreem mee kunnen voelen. Ja. Dat het pijn doet. Ja. En, dat, en dat vind je lastig? En dat vind ik dan eigenlijk, uh, dat ik dan denk, van zoveel overlap. Maar het enige wat echt, echt negatief aan autisme is, hebben ze eruit gegooid. <laughs> ja. Ja, is het zoveel overlap? Zoveel overlap. Ja, we hadden dus inderdaad... Ik had een test gevonden op TikTok of zo. Iemand die deelde dat. Ja. Er waren twintig vragen. En jij kon letterlijk 22. op... Tweeëntwintig. Oh, en je kon op 21 vragen ja zeggen. En je moest er twaalf hebben om, om, om HSP-gevoelens te hebben. Maar dan kan het dus zo zijn dat jij als autist zijnde HSP... Uh, want het is meer een... Ook adem. hooggevoelig bent. Ja, het. ook hooggevoelig bent inderdaad. Ja. Dat zou het dan moeten zijn, ja, denk ik. maar ik denk ja, ik, het een kan ook het ander zijn. Maar wat is dan... Wat is dan het, het aspect wat jij denkt wat jij dan uh, hebt bij autisme, wat dan HSP dan niet bij hoort. Ja, ik vind dat zo lastig, maar je kan gewoon niet in iemand anders hoofd kijken. Wat is het stereotype beeld wat jij van HSP hebt? Zweverig. Ja, precies. Beetje, uh, ga je te wollen sokken dan of zo? Nou, ja, heel erg. Spiritueel? Als, als ze dan een kamer binnenkomen en iemand. Uh, heeft net iets uh, rots meegemaakt... dat ze dan gelijk uh, instorten. Ja, dat is het beeld. Nou, dat, dat is zo'n stereotype ja, ja, beeld dan, hè? Ja, dat ja, okay. <laughs> ja, nee, snap ik. Ja, ja, het stereotype dat ze er, gewoon er uit, niet ja. mee kunnen omgaan... het verdriet van de ander... dat het hun ook zoveel verdriet doet. Ja, ja. Ik denk, dat is wat ik online lees... waar ik van denk, van, nou, dat voel ik dan niet. Nee, dat, dus dat is dan het puntje... dat waar dan ik dan je zou punt... zeggen van... als je het in een stereotype peren in de beeld bekijkt... dan zou dat het punt zijn wat je dan niet herkent. Ja, het overdreven... Echt overdreven meevoelen met iemand. Ja, dat je er bijna niet meer van kan uh, lopen. Dat je zelf ook niet meer verder kan, zeg maar. Ja. Maar jou doet het eigenlijk persoonlijk niks. Ja, oké. Okay. Dat denk ik dan. Ja. Maar ja, ik denk niet dat dat waar is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat zijn stereotyperende beelden natuurlijk. Dat anders. is wat ik heel vaak lees: van uh, als ik uh, als ik over HSP lees, mm. Dat dat. Uh, ze dan zeggen dat ze zo gevoelig zijn voor emoties voor and van anderen. Mm. Maar ik denk, ja, je kunt ook kijken... Ik ben ook gevoelig voor emoties van anderen. Want ik krijg er ook een naar gevoel als het met jou slecht gaat. Ja. Ook met een ander. Maar ik het betrek, betrek het niet gelijk erom dat ik... Uh, ik weet niet precies waar dat gevoel vandaan komt dan, snap je? Nee. Nee, snap ik. Maar ik vind dat een, uh, ik vind dat een lastig punt. Ik denk dat het een het ander kan zijn. Ja. Vind jij dat de stereotyperende dingen... Dus stereotypes uh, eigenlijk beter niet zouden kunnen bestaan? Nou, ik denk dat dat er wel voor zorgt dat veel mensen niet de juiste diagnose krijgen. In het geval van autisme dan? Nee, in het of geval gewoon van in het alles eigenlijk. Ja, ja. Um, ja, in het geval van een diagnose. Maar het is toch soms ook wel handig om, een soort van, sommige mensen in een bepaald stereotyperend beeld te zetten. om het, te om het iets meer te begrijpen? Nee. Of oh, ja. het zou dan of zou dat een stereotype weer in beeld niet zo. Um, Stereotype, stereotyperend moeten zijn. Wow. Ja, dus dan zou het dus... de stereotype beeld wat we <laughs> hebben... eigenlijk voor een klein beetje moeten veranderen... naar echt wat het is. Maar ja, dat gaat toch nooit gebeuren. Nou, dat, dat zou op een gegeven moment... natuurlijk ook kunnen veranderen. Maar denk maar bijvoorbeeld aan ADHD. Mm. Ja. Ja, dat, ik denk dan altijd aan drukke mensen. Heel punt. druk en uh, niet kunnen focussen... en als een... Uh, als een uh, noem je dat? Orkaan ja, als een orkaan, door orkaan het door het Maar dat is er helemaal niet Nee, zo. dat weet ik. Dat, dat heb ik ook geleerd sinds dat... Ik die documentaire met jou ben gaan maken, kijk ik ook zoveel mensen met ADHD, vooral vrouwen, die zeggen van ja, dat dat beeld ook zo schief ja. is. Ja, en daarom denk ik, dat is toch zonde? Ja. Ja, dat is ook zonde. Maar ja, het bestaat natuurlijk niet voor niets. Het is gewoon uh, wat er in de media en op films en in, uh, ja, het zijn de verhalen die interessant zijn om uit te lichten. Ja. De stereotype verhalen. Net ja. zoals een autist die je niet aankijkt en die zegt, uh, keihard iets uh, brengt. Zonder dat hij uh, dat ja, bij het je dingen is bij dat uh, programma wat je bij zei: Goed, Doctor. Want die zegt: uh, You have cancer, you're gonna die. <laughs> Toch of zoiets? Ma'am, you have cancer, you're gonna die. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Maar ja, ik denk dat het dus bijvoorbeeld, ik denk dat het stereotype beeld ook trouwens vooral komt vanuit media, hè? Hmm. want daarin wordt het ook gebruikt in films uh, om iemand grappig te laten zijn, bijvoorbeeld inderdaad. Een bijvoorbeeld Napoleon Dynamite hebben we laten zien te kijken. Ja. Yeah. Nou ja, daar wordt niet gezegd dat het een artiest is... maar jij zegt letterlijk, dit is een autist. Ja, dat is wel hilarisch. Gewoon. Maar dan is het wel weer grappig. Dus ja, dan kan je ik wel vind weer... in humor vind ik het wel leuk. Ik hou wel van humor die mensen een beetje... belachelijk maakt, maar. Zeg maar het maar. moet niet serieus... Oh, dus dat wel... Ja, dat vind ik wel leuk. Okay. Ik vind het ook leuk om mezelf belachelijk te maken, toch? Ja, dat is waar. Maar als het dan bijvoorbeeld bij Epitippical, waar ik in het begin ook al zei. Dat is serieus bedoeld. Dan wordt het dan te serieus bedoeld en dan weer je het eigenlijk. En dan weer... ben ik weer bang dat ik denk van, oh god, het is weer de nieuwe autist waar ze alle informatie vandaan gaan halen. En jij denkt dat bij humorfilms, omdat het zo'n uitvergroot stereotyperend beeld is, dan denk je van ja, maar mensen gaan het toch niet helemaal nemen dat een autist zo zou moeten zijn. Nee, en dan ergens vind ik dat dan ook wel weer lollig. Ja jij vroeg toch laatst ook aan mij van als ik nou mijn lucifers op de grond gooi <laughs> of jij zei dat tegen Sylvie zei ja, je. ja, ja. ja zij, dat kan zei je en toen zei zij van nee echt <laughs> ja ja met een grappige met een gespotte drijven, het ja. kan wel geinig zijn die ja. kan natuurlijk zijn maar ja er zijn natuurlijk uh, ook stereotypen voor angst ja heb nou jij ja, daar zo? last van nee. dat mensen voelt ook denken volgens mij denken veel mensen ook dat jij sociaal heel angstig bent oh dat klopt wel inderdaad ja ja, dat is wel waar. Inderdaad. Is dat een stereotype beeld van angst? Ja, dat zijn. Nou, het stereotype beeld van angst ben ik natuurlijk ook niet echt. Want ik ben wel gewoon, ik doe gewoon mijn dingen en dat soort mm -hmm. dingen. Uh, en ik ben niet echt per se uh, dat ik uh, lastig vind met uh, sociale situaties. Helemaal niet zelfs. Um, ja. Is de vraag of, of ik dat lastig vind of dat ik. Ja, ben? heb je daarmee te maken gehad? Vast wel, maar ik, ik, ik stoor me er nooit zo aan. Heel nee? Gezegd. Nee. nee. Waarom niet dan? Heb je niet zoiets van, uh, hey, maar zo ben ik niet, dat je dat wil laten weten? Nee, ik denk alleen maar van, ja, dan. Ik kan het wel zeggen als iemand echt oprecht geïnteresseerd is, kan ik wel zeggen van joh, dat is, uh, nou, klopt bij mij in ieder geval niet. Nee. Maar ik ben nooit zo heel erg. Ik heb nooit het gevoel dat ik mensen moet veranderen in hun denkwijze of zo. Nee. Ik voel me daar niet echt ge gevoel Ja, maar je ben... bent ook heel erg um, eigen als in. Dank je. Ja, maar echt. Ja, was eigenlijk vanaf jongs af aan vond je het alcoholisch, je het eigenlijk al geen uh, reeds schelen wat mensen van je dachten. Nou, geen reed is een beetje overdreven. Nou, weinig. Bijna. En je ging het ook nog eens uitvergroten. Bijvoorbeeld dat, uh, <laughs> uh, dat ze je gepest werd of gevraagd werd om je rode haar. Stereotyperend ding. Ik ben al inderdaad gepest door mijn rode haar. Dat is wel stereotyperend. En toen ging je haar nog roder verven. Ja ging ik meer henna in mijn haar ja, sorry, dat had ik echt niet gedaan vroeger, hoor. Ja, maar weet je wat het is? Ik ben daar te reconcitrant, denk ik, gewoon voor. Dat ik denk van, ja, nou... Uh... Ja, maar ja, dat is wel gewoon een karaktereigenschap... Waar, ja, waar ik wel bewondering voor heb. Dank je. Ik probeer ja, uh... het ook steeds meer los te laten. Ja? ja hoe daarom... doe je dat dan? Nou ja, nou ja, ik moet wel zeggen... toen ik jou net ontmoette, was ik helemaal angstig... voor wat uh, mensen er wel niet van dachten. Ja, want je wilde ook niet in de video's, natuurlijk. Nee, daar hebben we het toch ja. vaak over gehad. Ja, of... Uh, of uh, kijk, ik... Uh, ik vind het dan wel erg als dan mensen zeggen van uh, oh ja, nee, ik had al aan haar gezien dat ze autistisch is. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat we inderdaad uh, die documentaire online zetten en dat de mensen dat reageerden van ja, ik had wel een beetje het idee, ik zie de trekjes en zo. Ja. Toen dacht ik echt van ja, ik zie het niet. Maar goed, het uh, waren vaak mensen die het zelf ook hadden. Oh, oké, okay. dan vind ik het niet zo. Dat grappig. was het wel vaak, hoor. Nee, oké. Okay. Ik ja. dacht echt dat het weer gezien werd omdat ik dan uh, bijvoorbeeld raar uh, kijk of. Nee, helemaal uh, niet. Nee, nee, nee. Mm. Alleen maar mensen die het zien, omdat jij, omdat ze zelf ook uh, ermee te dealen hebben. Mag je mm. die trouwens proeven? Want die? Lekker, er niet hoor, op. maar die Die hebben we al eens op. Rose. Cardamol? Volgens mij wel. Ah ja, er is wel lekker. In. Mm. Geen Nogmaals, geen sponsor, jongens. Ik wil het gewoon even proberen. Um, wat <laughs> hadden nou gezien? Uh, ja, dat mensen aan mij konden zien dat ik autistisch ja. ben. Ja, ja goed. Ja, ik, ja. Maar nu denk ik, ja, het interesseert me eigenlijk gewoon niet. Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik denk altijd van, ja, we moeten mensen zelf weten wat ze van me denken. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik angstproblematiek uh, in de buitenlucht had. Dat ik dan iets raars deed, dat ik op de grond ging zitten of zo in de mm. metro. En dacht ik van, ja, het interesseert me eigenlijk niet zoveel. Zo, ja. Ja, maar ja, als het zo moet. Dan... Kijk, ik vind het niet fijn. Het is niet dat, het, dat ik denk, oh ja, ik ga... Laat mij, uh, ik wil mezelf even laten zien. Ik wil in het middenpunt van de belangstelling staan. Maar ik dacht wel van ja, dan ja, het is ja niet meer zo. Maar het is wel een stap hoor. En als je dat al gewoon uit jezelf doet, ik moet mezelf echt, um, eigenlijk zou ik het zo, bijvoorbeeld een, een koptelefoon en een uh, zonnebril en een orde op in willen. En een pet. Maar een pet hoeft niet. Ja, vind je dan weer de stereotype. Maar dan, worden, dan zie ik mezelf met die koptelefoon en die zonnebril dan denk ik van jeetje. Ben, we, dus dan we gaan, we echt te we ver. Gaan, we gaan ook vaak met het stereotyperen de beeld daarvan, toch? Dus dat, dan zeg ik van, uh, Guilaine, doe even je koptelefoon, zonnebril en je pet op. En dan zeg je, nee, nee, dat wil ik niet. Want ik wilde een keer een foto maken, toch, voor jou, voor een thumbnail of zo. heb je gedaan. een thumbnail. Oh, nee, ik wilde niet. Uh, ja, ik vind nee, een koptelefoon, denk ja... Want kijk, dus bij thumbnails bijvoorbeeld moet je dus wel stereotyperende beelden gebruiken. Want mensen herkennen dat wel. Het is een herkenbaarheidsfactor ook. Een koptelefoon. Nou ja, als jij zo... Als ik, als ik een titel heb met... Een week met autisme en je ziet jou met een pet op zitten, een zonnebril op en een grote oorklep op. Dan zijn mensen <laughs> toch wel ge ge geïnteresseerd erin. Dat weet ik zeker. Yeah. Meer geïnteresseerd dan dat je er normaal zou zitten. Nee, precies. Maar, um... Dus je kan daar wel mee spelen. Maar alleen, het is, het is denk, ik denk dat het, het mooiste is omdat je het met humor kan gebruiken, stereotyperende beelden. Maar je moet het niet zien als iets echts. Ik denk dat dat vooral de kern is. Mm. Dat mensen vooral stereotyperende beelden of stereotypes als waarheid gaan zien. En dat is natuurlijk niet zo. Nee ja, um, precies. Maar dus ja, stereotypes, denk ik, dat is er natuurlijk voor, inderdaad dan. Het heeft ook iets handigs, Maar het kan ook echt voor ja, mensen zoals je, ik, kan dat wel echt nadelig zijn, vind ja, ik. En het kan ook verwarring uh, veroorzaken, denk ik ook. Nou, we hebben natuurlijk weer de snack van de week. Dus we gaan naar het volgende rubrikje, de... De snack van de Week is uh, nogmaals geen sponsor. Het is uh, drankje sof. Ik heb uh, laatst een uh, video gemaakt waarin ik uh, van treinstation eten ging leven. En ja. toen kwam ik dit op het spoor. Geweldig. En ik heb het nu ook opgestuurd gekregen. Omdat ik via Instagram uh, een keer een story had geplaatst. Ja, dat is dan wel weer het leuke van mijn werk: dat uh, bedrijven denken: oeh, dan gaan we vanavond namens toesturen. En heel vaak wil ik het niet, omdat ik denk van ik wil geen reclame maken uh, in die zin. Ik vind het prima om iets te ont ontvangen, maar ik wil niet de druk hebben dat ik er iets over moet plaatsen. Nou, deze heeft daar niks over gezegd, dus uh, dacht ik van ja, dan vind ik het niet erg om te ontvangen. Nee, het is echt fantastisch. Vind je het ook lekker? Ja, ik vind het echt heel lekker. En vooral het feit dat het gewoon uh, dit is. Ja, en gewoon niks anders. Nee, er zit dus geen weinig, suiker, uh, geen uh, zoetstoffen. Nee, gewoon bruiswater. En met fruitzappen en. Uh, ja, het is wel allemaal uit concentratus. Je krijgt wel dat wel ja. binnen, maar het is wel. Uh, ik vind het uh, lekker. Dus, dit is onze snack van de week. En je kan het volgens mij krijgen, zover ik weet, Hema. Heb ik het zien liggen? Voor mijn Albert Heijn heeft het ook. Albert Heijn To Go of zo, zag ik laatst. Nogmaals, geen spons. Het zou wel leuk zijn trouwens. Mocht je het zien uh, en ons willen sponsoren, doe het vooral. Maar uh, geen sponsor, maar gewoon lekker. Dus, uh, de snack van de week. Dan gaan we ook gelijk weer door naar het volgende rubriekje. Want je pakt die hersen erbij. Ja, het heerlijke stressbal hier. Ik zou Heb je er helemaal een naam in willen zetten? Even, even uitzoomen, nog niet het volgende rubriekje. Tegeltjeswijsheid, doen we dat om de podcast? Ja, ik zat toch even na te denken over een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Ja. Doen we de volgende? Is goed. Want ik wilde eigenlijk hierboven, wil ik allemaal tegeltjes uh, ja, hebben staan. Ja, dan moeten we niet te veel doen, want anders staat het helemaal vol natuurlijk. Ja, en uh, omdat we dit van tevoren opnemen, is het dan pas over drie, we vier weken dat het erop staat... Dus we uh, moeten even een lijstje maken met tegeltjeswijzheid. en die gewoon alvast uh, bedenken. want we hebben er best wel veel. Dus uh. volgende week weer een tegeltjeswijzheid. Nu gaan we door met. Zoals jullie weten. Jij mag gewoon daar naartoe houden, want dan doe ik deze naar. Zoals jullie weten. hebben we twee spellen. Namelijk het juniorspel en het senior spel. Spel. Het Seniorspel. En vorige keer hebben we de junior editie gebruikt. Nu gaan we de senior editie gebruiken. <laughs> ja niet, Het is niet de senior-editie. Oh. Het is gewoon voor uh, alle leeftijden, behalve kinderen. Die hebben dan weer het juniorspel. Ja. Nou, ik zal eventjes uh, deze weghalen. En dan krijg ik jij de prachtige mogelijkheid om een kaartje te pakken. Oké. Okay. Wat maakt jou op dit moment het gelukkigst? Dat is zo'n moeilijke vraag. Ja? Wat dingen op mij op het moment op gelukkig moment. maakt. Ja, maar je kan het heel klein pakken. Ja, ik zou zeggen, een leuke serie. Ja, dat is wel heel klein. Oh, moet groter. Neem wat je. Op het dit weer, moment het weer, goede... Als het weer wat mooier zou zijn. Ja, maar gaan. het is wat je nu gelukkig maakt. Ja, ik vind dus gelukkig, ik vind dat een heel lastig ding. Nou, de, de mogelijkheid dat we dit kunnen opnemen. Oh, zo. Ja, dat De, de is... mogelijkheid dat we het kunnen uploaden en dat mensen kijken. Ja, dat mooie dingen we kunnen niet, maken. Ja, misschien ja. is dat het inderdaad. Oké. Okay. Werd die ineens ingebroken? Schok me dat diep. Zo, ik ook zeg. Ik heb het heel hard. Nou, daar word ik niet gelukkig van hoor, als ik dat voel. Nee. Zo, jij, heb jij dat ook? Dat ja, je dan zo... Ja, dan zo. Ja, ik ook. Ik moet um, echt die deur opslotten trouwens. Zo, ja, dat oh, dan moeten we volgende keer even doen. echt Dit aan. doen we nooit. Hm? Dit gebeurt er nooit. Dit is nog nooit gebeurd. Dat iemand de deur opentrekt. Nee, precies. Maar goed, um, wat maakt mij op dit moment gelukkig? Ja, misschien dat, dat we dit kunnen doen en dat het ook wel lekker loopt. Ja. Dat gesprek. Nou ja, ik hoop het maar, dat ik niet te veel HSP afgemaakt heb. Nu. Nee, want ik begon erover, hè. Ja, maar ik vind het lullig, want... Nee, het is niet lullig. Er dat zijn ook toch... echt mensen die hooggevoelig zijn, maar ik denk dat er ook gewoon veel um, zeg... hooggevoelige in uh, schaapskleren zitten. <laughs> <laughs> nu maak je het zelf, hè. Dit is, jou, dit is jouw ding, dit is niet mijn ding. En andersom, en andersom, hè. Oh, ik mag ook pakken. Jij mag ook. Uh, want bewonder je het meest aan jezelf? Um, die is voor mij dan. Ja, wat niet. denk je? Ze? Ja, ja ik weet niet. Ik dacht meer, wat, het is wat um, socialer om het aan elkaar te stellen, maar goed. Oh, oké. Okay. naar nou, jouw je, kant misgegaan. Nee, dan daar dan mag kijk je niet op aan. Nee, oké, uh, uh, sorry. Waar, <laughs> waar, 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 waar word jij het gelukkigst van? Het een stereotype van de angst, hè. Wat alleen maar aan jezelf denken. Dat is het autisme-ding, toch? Ook, <laughs> ook weer. Hier ook nog bij. Um, sorry, wat bewonder ik het meest aan yeah? mezelf? Um, mijn doorzettingsvermogen. Want? Leg hem eens uit. Um, ik heb nogal veel uitdagingen in het leven gekregen. En ik dacht altijd van, ik ben een enorme nul. Echt een opgever. Maar toen kreeg ik die diagnose. Toen keek ik terug op een leven van... Elke keer weer wat proberen. Weer een opleiding weer een baan. Ik deed echt mijn best om het leven te leiden wat ik wilde. Ja. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik best wel een doorzetter ben. Ik ben blij dat je dit trouwens zegt. Mooi ook. Ik dacht eigenlijk dat we mijn vraag Pff. naar jou toe zouden doen. Hij wordt gelukkig zo. Op dit moment. Voor mij zei ik dat. Oh. Omdat je zei. Omdat je. Maar ik ben is... in de war. Is het direct... niet goed? Nee, het antwoord is mooi, dus we laten okay. het daar lekker bij. Nee, nee. Mensen weer bedankt voor het luisteren en kijken, trouwens luisteren. Als jij luistert en denkt van kijken, huh, huh? YouTube ook vet gezellig. Een kanaal kan je op abonneren, kan je dus zien dat we aan het praten zijn. Ja. Yeah. En uh, dat is allemaal mooi geschakeld door AI, heerlijk. Dan kun je ook uh, mijn gezichtsuitdrukkingen zien, waardoor je ziet dat ik heel veel dingen als geintje bedoel? Je ziet bij jou niet zo heel veel uitdrukking, hoor. Ik kan nu niet aan je aflezen of je het nou grappig vond of dat je het niet grappig nee, vond. Nee, ik vind het niet grappig. Maar waarom zit er dan een lach op je mond? Ja, dat is van de zenuwen. Sorry schat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. <laughs> Bye.